Dit is een algemene aanlegging. Voor wie het nodig heeft. Ik heb nog een aantal plekken vrij voor vandaag. Een reading die je vandaag nog ontvangt. Een aantal vragen via mijn website. De link staat in de beschrijving van de video. Ik heb de talisman en kracht. Twee mooie kaarten. Het is een hele mooie, krachtige, sterke energie. Je vervolgt je weg. Je volgt heel mooi jouw eigen pad. En het is bijna als een game. Je doorloopt je level en dan versla je de eindbaas. En dan mag je doorgaan naar het volgende level. Dus je leert je lessen, je pakt je uitdagingen aan en dan kun je weer verder groeien. Kracht geeft dat ook aan, hè? Soms moet je moeilijke dingen doen. Maar belangrijk om ze wel gewoon te doen. Het is niet erg om bang te zijn. Als je maar toch gewoon die stap zet. Er is nu geen contact met iemand. Maar contact gaat er wel komen. Misschien is dat die stap die je mag zetten. Dat je zelf contact opneemt. En een mooi bericht stuurt. Misschien is dat de les die jij mag leren. Dat het ook oké is om zelf actie te ondernemen. Dus ook al is het spannend, toch gewoon die stap zetten. In beweging komen, in actie komen. Dat is de boodschap die hier naar voren komt. Deze persoon mist jou heel erg. En wil heel graag contact, wil heel graag communicatie, maar kan op de een of andere manier geen contact opnemen. Kan het niet, durft het niet. En wil zo graag dat nieuwe beginnende liefde met jou ervaren. En deze persoon is echt aan het wachten. Aan het wachten tot je contact opneemt. Tot jij met communicatie komt. Dus stuur dat bericht. Wat houd je tegen? Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat er geen contact meer is? Dat is er nu ook al niet. Dus dat maakt niet uit. Je zal een hele mooie reactie terugkrijgen. En je mag het zien als een nieuw begin. Ik heb 1, 2, 3 asen liggen. Een nieuw begin gaat er komen. Een nieuw begin in de liefde. Communicatie. Een mooie groei. En het is eigenlijk gelijk een heel mooi stabiel contact. Wat gaat uitgroeien tot een mooie stabiele relatie. Deze persoon voelt zich heel erg aangetrokken tot jou. Maar echt heel erg. Zo erg zelfs dat deze persoon alleen nog maar aan jou kan denken. Heel de dag. En heel de nacht. Met de maan. Hele sterke gevoelens, sterke emoties komen hierbij kijken. En deze persoon gaat zo blij zijn. Als je wat laat horen, als jij een bericht stuurt. Zo blij. En zo vol vuur, enthousiasme, motivatie. Om opnieuw te beginnen. Dus zet die stap. Wees niet bang. En als je wel bang bent, doe het dan toch gewoon. Tel af. In je hoofd. 1, 2, 3. Nu. En dan zet je die stap.
Oké. Nou, voor nu laten we het hierbij. Dus een reading die je vandaag nog ontvangt aan te vragen via mijn website. De link staat in de beschrijving van de video. En ik zie je heel graag de volgende keer weer. Oké. Nacht.